Hallo, wij zijn Els en Maite van Bico Campus Sint-Josef uit Lommel. En wij hebben het boek Ik was 12 en ik fietste naar school van Sabine Dardenne gelezen. Het gaat dus over Sabine en ja, die was 12 en fietste naar school. En opeens werd ze door Mark de Troe en zijn handlanger van haar fiets gerukt. En ze was dan helemaal gedrogeerd en ze werd naar een onbekend huisje gebracht. En na een paar dagen daar te verbleven hebben, was ze naar de kelder gebracht. Ze kreeg er amper te eten. En ja, wat ze eten kreeg, was dan heel vies en altijd vervallen. Ook had ze geen privacy en mocht ze haar amper wassen. Ze was ook gebrainwashed, dus ze wist helemaal niet dat heel land haar aan het zoeken was. Het was echt een hel voor haar. Waarschijnlijk weten jullie allemaal wel hoe het verhaal is afgelopen. Daarom gaan we dat ook niet vertellen, dan blijft er nog een beetje spanning in het boek. Het is echt een aangrijpend verhaal, omdat het gaat over een jong meisje dat verschrikkelijk hard afziet in haar leven. Haar hele leven is waarschijnlijk verwoest door deze gebeurtenissen. Het verhaal leest enorm vlot, omdat het je echt aangrijpt. Het is heel spannend. Het is ook heel gemakkelijk geschreven. Echt in een kindertaal niet, maar gewoon heel gemakkelijke woorden. En daarom raden we je het boek echt aan.